tijdens een bijeenkomst georganiseerd door het ministerie van Binnenlandse Zaken in samenwerking met de United Nations Population Fund, UNFPA, en de United Nations Development Program, UNDP, heeft minister Mike Nushalim van Binnenlandse Zaken aangegeven dat betrouwbare data erg belangrijk is voor het formuleren van een gedegen bevolkingsbeleid. De meeting had als doel informatie te versterken over de duurzame ontwikkelingsdoelen die te maken hebben met het reduceren en of wegwerken van de ongelijkheden om progressie en ontwikkeling te bewerkstelligen voor een ieder in Suriname. Om een gedegen bevolkingsbeleid te formuleren is data nodig. Betrouwbare data die systematisch seksen segregeert en zorgvuldig wordt vergaard en specifiek is, zodat analyse en betekenisgeving mogelijk wordt. En dat geldt ook voor het samenstellen van het genderbeleid als onderdeel van een bevolkingsbeleid. Het verzamelen van data is een van de belangrijkste activiteiten en daarmee ook het moeizaamste. Zonder data kan er eenvoudigweg geen op maat gesneden beleid worden gemaakt. Het bevolkingsbeleid zal moeten bijdragen aan het realiseren van duurzame doelen op het gebied van reproductieve gezondheid, vruchtbaarheid, migratie, immigratie en bevolkingsspreiding. En om de volgende stappen te kunnen zetten in zowel het bevolkingsbeleid als het genderbeleid, waar het ministerie van Binnenlandse Zaken voor verantwoordelijk is, hebben wij uw steun en uw medewerking hard nodig. Hard wil ik zeggen. Want zoals we dat plegen te zeggen, het is een cross-cutting issue. Dus het gaat door heel wat ministeries en heel wat ministeries zijn verantwoordelijk voor een bepaald segment. Dus ik reken op uw volledige medewerking en dat wij gezamenlijk zullen werken aan een rechtvaardig Suriname waar niemand en nogmaals niemand uitgesloten wordt. Aan ruim 50 bewoners van Atjoni en omliggende dorpen is een hooglandreistraining verzorgd. Deze training is op verzoek van het kabinet van de president mogelijk gemaakt voor de landbouwcoöperatie boven Suriname. We zijn bezig met de districtcommissaris. Ook is ook toesteun voor het kabinet. Voor train desma. Voor kosabi van de prani alisi morobung. A hegron alisi in het binnenland. Dus tijdens de enkele laatste dag, tweede op up-to-date training, tijdens de tweede dag, als je kijkt naar mij, nou af de veld of to veld dat pe udu a training, LVV kon aan trainer, de mag je train van in prani alisi, van in zai, van in ploeg, dat de soort des maf tijdens enkele. Af en toe de goeie zijn als maf LVV kon, koluku van agro voor alisi ego. We gaan een potmes af en toe gaan alle is toe. Aan ruim 50 bewoners van Atjoni en omliggende dorpen is een hooglandreistraining verzorgd. Deze training is op verzoek van het kabinet van de president mogelijk gemaakt voor de landbouwcoöperatie boven Suriname. Naar aanleiding van het hooglandreisproject met Brazilië en Zwitserland, waar er tot nu toe positieve resultaten zijn geboekt, is deze training gegeven. Deskundigen van het onderdirectoraat Landbouwkundig Onderzoek, Afzet en Verwerking hebben de training verzorgd. We hebben een tweedaagse training achter de rug. We hebben in twee groepen de bevolking van boven Suriname, de dorpen daar, hebben getraind in de nieuwe technieken van het hooglandreis. De onderwerpen die aan de orde zijn gekomen zijn hoe ze hun veldplan klaar moeten maken, dus met behulp van machine ontbossen, ploegen en egaliseren. Daarna zijn ze gewezen op de bemesting, de inzaai
En dat ze ook aan onkruidbeheersing moeten doen. De training bestond uit een theoretische gedeelte en een praktische gedeelte. We hebben net het praktische gedeelte achter de rug. We hebben die mensen geleerd hoe ze in het veld moeten werken. Hoe ze moeten, met een ploegmachine moeten omgaan, handmatig. En hoe ze moeten bemesten en inzaaien. We gaan verder. We gaan ze na 20 dagen weer oproepen, want we gaan dan de tweede bemesting doen en daarna na 50 dagen de derde bemesting en daarna volgt het oogsten. Er zijn 2 proefvelden. We gaan deze op de voet volgen. Elke week gaan we een LVV-voorlichter van Bronsweg vragen om langs te komen om te kijken hoe de ontwikkeling van het gewas zal zijn. In het binnenland wordt droogland rijst of birgi alesi op kleine schaal geteeld voor eigen gebruik. Met nieuwe variaties droogland rijst en de nieuwste teeltbemestingstechnieken kunnen binnenlandbewoners dit gewas groter en professioneler verbouwen met het oog op productieve verhoging. Hoeveel je moet doen? Ja. En dat hoeveel je tak, maar vaak ook hier. Bij deze heb je ook een doel. Maar vaak ook die machine zo niet, ook geen vader, dat doel ook wel toe. Want even moest op aan denken, maar van de leeuwen aan kino wausa, omdat u begint aan mijn hier auto vasti. Maar er is een heel puur machine. Nou, om zoek maar nou wausa, go mooi moet, maar hier die leeuw vind je geweldig daar, maar boem moest zoiets heel goed naar jullie tiri. U kent die machine voor door die ploeg, voor die goom. Voor die harde, dat harde kende. Nou, u vind je boem. Want au wala, nou, u takken je akpolo. Nou, hier daar oude, maar de pikie zo tangra, maar van ook zien, ik nu ook de mooie white. Nou, kom wat terrein, ik het idee, oan, hey, go aan lissi, de koleo, faam, sapane. Nou, of je een boenu, hier, lio, den, of je een taktij, zo'n ik boenu. Omdat je dat, ik was fout, dan kan ik dat tangra daar. Maar ik was ook zien, ik nu ook hakkes de tabi, de sakai, zo'n ik gomiti, galanti daar. Tawabi, mijn zin van alu, bede, ja, bima to daar, voor ze sapandi daar lissi. Omdat hij daar foto kote en kwipe kan dat daar wan sitafu e ya woli e ya machine ya sakoti di gon no fai machine de atabuku imato aki no da hilio denu haxe palata henda okay for the sabuku matrao e tu imai sin itabia gon henda o seken tu ondat ko wa homa o ko bita dik di gon ko a ho no ita fi for safe en ya do se steki ya se no ya da homa o siki mo no machine aki mi se ta handa da homa o siki. No head I sound ko sia ki tire ure ali sipande akno ade won white sound out ai lio denta u hope da masa ganga ta be down maun mo sa hoye go do fika ali baka mi eto ta pani bakuba snesi taya napi hi de soni tu so ver pepe glutu u haxi unu ta be un haxi wan kamia dau bo ta kengo lefer onda de son ta fika ta poi he de kata e ya feni boto i son musko tene an choni before go a photo no te fa do ano e son poi no e agwa se de an mai eto ta costu. Maar eu suku akami ata kita hena un chaku ta hena chona kra ta lefore down un ta chaku ta sei dau no abo amo bundau hena limu ye tra kuma gwe ba muye mana mo mataki palala ilio utanga lio hedu ta langu tu fi atake ta inda ilio aben fanodu na eso da kra ade won wise on dam sei te bi gatem ye no embio kwa ba kase hena mu ta di sei ta kwa dan chon so ale pizi ram chika. Hoogland reis is een goed alternatief voor reisbouw in het binnenland gezien de steeds veranderende klimatologische omstandigheden en internationale ontwikkelingen die de reissector in gevaar kunnen brengen. De doelstelling van het trilateraal hooglandrijsproject is om de productie van hooglandrijs in Suriname te verbeteren met het oog op voedselzekerheid voor binnenlandbewoners. Na meer dan 2 jaren heeft er een bevordering van beveiligingsambtenaren bij de Beveiligings- en Bijstandsdienst Suriname BBS plaatsgevonden. 120 leden werden in de naast hogere rang bevorderd. Wat ik wil meegeven is dat u vandaag bevorderd wordt en weet dat het de Heer is die mensen verhoogt. U hebt gewacht op het moment dat mensen destructiever voor u gaan plaatsen vandaag. Maar ik wil jullie dan nadruk leggen, het is God die zijn werk doet. En dat is genade dat jullie vandaag hier mogen zijn. Vele zijn er die het niet hebben kunnen halen, hebben gehaald. Maar vandaag is het genade dat jullie dit mogen hebben. Amen.
Ik feliciteer u en uw familie, uw gezin, want zij zijn degene die de offers hebben gebracht. We feliciteren ook uw gezin, uw naaste familieleden die u hebben ondersteund. Ja, en ik heb in elk geval geluisterd naar het eerste gedeelte van het dankwoord. En ik ben zelf christelijk opgevoed. Misschien lang niet naar de kerk gegaan. Maar ik weet wel één ding. Ora et labora. Hoop alleen is uitgestelde teleurstelling. Bid en werk. Want ik heb nog geen enkel land in de wereld gezien waar iedereen bidt en alles goed komt. Bid en werk en wij gaan in elk geval bidden en zeker werken. In de eerste helft van 2018 zal de bond bij de BBS er alles aan doen om een oplossing te brengen in de situatie waarmee zij te kampen hebben. Wat vandaag zal zijn, wat vandaag zich voltrekt, is een beloning op het werk. Maar die samenleving vereist van ons meer en harder werken. Een betere dienstverlening. We moeten met de ontwikkelingen meegaan. Dus als je de dingen doet zoals je het altijd hebt gedaan, zal je zelfs een resultaat krijgen. Maar wij zullen harder moeten werken, omdat wij, wanneer we straks in een positie zijn waar we niet meer kunnen werken, dat onze kinderen wel voor ons moeten kunnen zorgen. We moeten niet alleen denken aan de dag van vandaag. We moeten ook denken aan de dag van morgen. U legt de basis niet alleen voor uzelf, maar voor uw gezin, uw familie, uw omgeving. Wat u vandaag toegemeten krijgt, is een beoordeling, is een waardering voor datgene wat u gedaan heeft. Met deze bevordering van de 120 leden van de BBS hoopt het bestuur en de minister dat zij hiermee een stap hebben geholpen om demotivatie weg te werken. In het kader van verdere capaciteitsversterking zal er een 6 maanden durende basisopleiding BBS van start gaan met 81 recruten.